weer allemaal heel goed van begin her te zijn spelen. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe gaan we visgraat doen. Als je ziet, zij heeft een beetje lang haar. Dus wij pakken een gedeelte haar van hier. Een stukje haar. Ja. En deze haar gaan wij delen in twee. Dus delen we dit haar in twee. Dan pakken we gedeelte haar van hier. Doen we erin. En pakken we van hier een klein beetje haar, doen we erbij. Dus, dit wordt visgraat genoemd, zie je. En nu pakken we een klein beetje haar van de zijkant, gaan we terugzetten. Pakken we het haar van hier, doen wij terug, bij die kant. Dus zodoende gaan we verder met visgraat. Klein beetje haar hier. En van de andere kant ook hetzelfde. Pakken we gedeelte haar. En zo gaan wij verder. Klein beetje haar van hier doen we terug. Ze hebben altijd twee gedeeltes, twee delen haar. En dan ook een klein beetje haar van hier doen wij hierbij. Dus. En. Zie je? En dan gaan we verder met deze kant. Klein beetje haar van hier. En daarna pakken we een klein beetje haar, doen we erbij. En zo doen we, gaan we verder met de visgraat. Terug. Dus pak een klein beetje haar, doen we hier. En dan pakken we gedeelte haar, doen we hierbij. Heel makkelijk, heel mooi. Dus hier een klein beetje haar terug. En hier een klein beetje haar terug. Dus je blijft altijd twee delen in je hand. Klein beetje haar. En dan pak je een klein beetje haar. Doe je terug. Zie je? En dan pak je een klein beetje haar terug. Zodoende gaan wij verder met onze visgraat. Dus een klein beetje haar hier. En hier een klein beetje haar terug. Klein beetje haar terug. En zodoende gaan we verder met onze visgraatvlecht. We pakken een klein beetje haar hier terug. Dus eigenlijk dan heb je niet veel haar in je handen. Deze stukjes, zie je? Het is geen haren meer. Dus wat we gaan doen. We hebben nu alleen twee onze handen. Dus we gaan van hier een klein beetje haar terug. En dit haar terug. Klein beetje van hier terug. En hier. Zo gaan we verder met onze visgraatvlecht. Zie je? Heel klein beetje van hier. En heel klein beetje van hier. Klein beetje. Dus twee gedeelten. Pak je klein beetje haar. Doe je erin. Twee gedeelten, klein beetje haar doe je erin. En zo ga je verder. Zie je, heel mooi en heel leuk. Ja. Dit is de visgraat genoemd. Beetje haar, klein beetje haar, klein beetje haar. Nee. Zo doen we dan. Ben je klaar met de visgraat? Kan je elastiekje in doen. Zie je, dat is de visgraat geworden, zie je. Je kan hem zo laten of je kan hem openen een beetje. Zie je, heel leuk en heel mooi. Dan wordt hij wat groter. Het ligt eraan hoe je wil hebben, zie je. Heel leuk en heel mooi visgraat. Zie je. Beetje lossig. Dit is de visgraat, dus kan je ook altijd een leuke bloemetje in doen. Zie je, dit is de visgraat, dit is het resultaat geworden. Hele mooie, leuke visgraat en heel makkelijk om te doen. Ja, en ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En bedankt voor het kijken. Dit ben ik allemaal Hermos van Vivian Hair Design Spain. Bye bye.